Sinds enkele maanden is de VVV gevestigd in het Van Gogh Documentatiecentrum. Waarom is daarvoor gekozen? Daar is voor gekozen omdat natuurlijk de VVV in Nuenen, het toerisme in Nuenen, dat hangt samen met Van Gogh. Wie naar Nuenen komt, komt voor Van Gogh in principe naar Nuenen. Dat was een mooie combinatie. Het heeft altijd bij Studio BM gezeten, die wilden daarmee stoppen. En ook in rapporten die uitgebracht zijn in het verleden door een onderzoeksrapport wat wij hebben laten maken hoe we in de toekomst om moeten gaan met Van Gogh. Daar stond in dat natuurlijk de VVV eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met het Van Gogh gebeuren in Nuenen. Dus ja, de mensen komen bij de VVV vragen waar is het Van Gogh documentatiecentrum? Nou, doe dat samen. Dan komen ze in als VVV-kantoor vragen in het documentatiecentrum waar het documentaarcentrum. Dus ze zijn meteen op de plek waar ze zijn moeten. Zoals u nu al zei, voorheen zat het bij een ondernemer in Nuenen. Maar nu, want hoe wordt het nu bemand hier? Nou, het Van Gogh documentaarcentrum is ondergebracht in een stichting. En diezelfde stichting, die beheert dus ook het VVV-gebeuren in Nuenen. Dus wij hebben ongeveer 35 vrijwilligers die dit Van Gogh documentaarcentrum bemannen. En ook de VVV-post bemannen en voorgelicht worden, informatie krijgen hoe ze met de VVV om moeten gaan. We hebben een aantal folders, routes, wandelroutes, die niet alleen op Van Gogh betrekking hebben natuurlijk, maar op de regio, want het is het VVV-agentschap regio Zuidoost-Brabant. Dat betekent de Kempen en de Peel. Dus daar zijn we op ingespeeld om de mensen in ieder geval in die regio hun weg te wijzen. Maar op zich is een VVV eigenlijk toch wel een stukje commercieel. Is het dan eerlijk om dat door vrijwilligers te laten bemannen? Ik denk, je kunt het natuurlijk als commercieel zien. Maar ik weet dat degene die eerst de VVV doet, deed dat die ermee gestopt is. Omdat het hem eigenlijk geen cent opbracht. En zo is het in alle eerlijkheid ook. De VVV die hoeven wij er hier in het documentatiecentrum niet bij te zetten om ons inkomsten te verschaffen. Want er blijft niks van over. Nog los van het feit dat er vrijwilligers zijn die dan naar Eindhoven moeten rijden met de auto. Dan moeten parkeren, spullen op moeten halen naar hier doen. Nou, voor die paar centen hoef je dus niet te doen. Maar we vinden gewoon die dienstverlening naar buiten uit. Voor die mensen die naar Nuenen komen. Nogmaals gezegd in hoofdzaak voor Van Gogh. Dat die ook op een andere manier goed in Nuenen wegwijs gemaakt worden. En ja, daar zijn het dan vrijwilligers. Voor. Nogmaals, voor de opbrengst hoeven we het echt niet te doen. Er gaat eigenlijk geld bij. Kunt u een indicatie geven van net als in de zomermaanden? Of er nou veel Duitslanders hier geweest zijn? In zijn algemeenheid is het bezoek aan het Van Gogh documentaarcentrum eigenlijk voor 75-80% eigenlijk buitenlanders. Dat blijft eigenlijk zo. Hè. Kijk, er zijn een hele hoop mensen, meest nogmaals gezegd buitenlanders, die naar het Van Gogh Museum gaan, Krullenmullen Museum, ontdekken daar het woord in Nuenen. Die komen er ook achter dat er in Nuenen nog 21 objecten terug te vinden zijn die een herinnering oproepen aan Van Gogh, schilderijen die ze in het museum gezien hebben. En die komen dan naar het Nuenense. Dus nogmaals, in hoofdzaak eigenlijk de buitenlanders waar we ons op richten, toch wel. Nu voor de Nuenenaren zelf. Daar heeft de VVV denk ik ook wel iets voor te bieden. Er zijn natuurlijk ook mensen in Nuenen die een dagje willen fietsen en die hier de fietsroute van Kempenland er zijn verschillende mogelijkheden om natuurlijk hier in de Kempen en in de Peel te gaan fietsen. Wij verkopen uiteraard ook de VVV cadeaubonnen, wat ook een bekend item is bij de mensen. Als ze iets weg willen geven, dan kun je dat ook heel erg fijn doen met zo'n Irischeck. Verder komen de mensen natuurlijk ook Nuenenaren wel informeren, want ze hebben bezoek. Mensen die op bezoek zijn bij hun, dan komen ze mee naar het documentaarcentrum. Dus wij hebben natuurlijk ook wel een taak voor de Nuenenaren. Die wil ik niet helemaal wegcijferen. Maar nogmaals gezegd, het is een hoofdzaak. De buitenlanders zijn meer op zoek naar Van Gogh dan de Nuenenaren. Dat is in ieder geval wel de ervaring. Nou, even terugkomend op die 35 vrijwilligers. Krijgen die ook een bepaalde opleiding? Die worden bijgepraat, om het zo maar te zeggen. Die zijn geïnformeerd over het leven en het werk van Van Gogh. Zodat ze toch in grote lijnen, alhoewel we onlangs ook textueel in het documentaarcentrum wat meer toelichting hebben gegeven. Dat ook die mensen informatie kunnen geven rond Van Gogh. Maar ook informatie over de diverse wandelroutes die verkrijgbaar zijn. Ze worden eventueel, kijk, we zijn maar een agentschap. Dus voor hotelbonnen en reserveringen, dan zul je naar Eindhoven moeten. Naar de echte VVV, om het zo maar te noemen. Maar daar worden mensen dus naar doorverwezen. En tot nu toe loopt dat echt prima. Maar voor de Nuenense VVV tot slot, de openingstijden? De openingstijden die zijn gelijk aan de openingstijden van het Van Gogh documentaarcentrum. Dat is van dinsdag tot en met zondag. Van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Dank u wel en heel veel succes. Ja, dank u wel. Graag gedaan.